Ik ben Luc Dooyer, ik heb een constructiebureau in de bouw, daar ben ik directeur. Ik ben naar Michel gekomen, ja, ik ervaar heel veel onrust in het dagelijks leven. Niet kunnen afschakelen van het werk, niet kunnen genieten van mijn kinderen. Constant met denken van, ja, wat als, links, rechts. En daarvoor ben ik naar Michel gekomen om juist te kunnen leren, om ook tools te krijgen om daarmee om te gaan in het dagelijks leven. Ik ben 3 dagen met Michel op pad geweest. Ik ging er heel open-minded in, maar ik had van tevoren niet kunnen bedenken wat voor effect het zou hebben op mij. Eigenlijk dingen die je stiekem in je onderbewust al wist, die worden hier eigenlijk blootgelegd. Niet door te praten, maar juist door te voelen en vanuit jezelf te ondergaan, te beleven. En ook met achteraf heel eenvoudige tools die je ook mee kan nemen naar huis. Je doelen duidelijk verwoorden, voelen, beschrijven. Met name ook hoe je het tools te krijgen, hoe je ermee later mee om kan gaan. Ik ben natuurlijk begonnen, ben aangekomen hier, vrij open-minded. En ik ben hier 3 dagen geweest en ik ga gewoon heel relaxed en met vertrouwen weer weg.